Jan was een kerel, hoe raap hing het aan? Die elke op zijn mobieltje weer in de hand na. Hij belde het nummer van Geertje Huutspiet. En ze zag anoniem, dus ze wist het gelijk. Ik ben het weer, Geertje. Is het Geertje? De kerst mijn uit, Geertje. Moet ik in die wereld. Nou, zo ging er al weken tot haar verdrag is. Moest stoppen met beelden, nou dat deed je niet. Elke avond om 10 uur belde haar haar op. En ze nam dan weer op met een knalrode kop. Ik ben het weer, Geertje. Hallo, Geertje. Hoe is het nou, denk ik? Ah, Geertje. Nou, ze belde de politie, ze was in paniek. En de politie, die kwam ook gelijk. En weer om 10 uur was het gedoe met de pret. Maar de agent, nou, die luisterde met. Ik ben het weer, Geertje. Hallo, is het Geertje? Ik wou dat het goed is, Geertje. Misnoot. Jan werd arresteerd en hij moest naar de cel. Hij leest het telefoontje pling, dat mocht nog wel. De politie die dacht, het is voorzien uit verkoopt. Mooi Jan was een rode, je weet hoe dat gaat. Ik ben het weer, Geertje. Oh, ze hebben me te pakken, Geertje. Nou, ze zou zelfs als mijn uit missen, Geertje, denk ik. Mijn man, ik mis die wel. Ja. En als ik eruit kom, dan koop ik 3 kitten en die plak ik onder de auto en dan kan ik mijn auto een keer vliegen en de zusje voorbij schieten als een plak stoet en branddoel op, weet je?